Hallo guys, van IMT. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met RuneScape Road to Drakeslayer. Ik heb het een tijdje niet meer gedaan. Ik was echt gewoon compleet het accountnaam überhaupt te vergeten. Zo. En nou ja, ik ben er nu in ieder geval weer. Dus we gaan gewoon even kijken wat we allemaal gaan doen. Nou ja, ik zit gewoon een beetje weer op de na te denken om weer gewoon combat te trainen. Dat lijkt wel het verstandigst. Zo. Behalve, ik weet niet precies waar ik dat ga doen. Natuurlijk ook omdat ik het niet echt heel vaak heb gespeeld. Maar ik wil nu gewoon iedere zondag weer gaan proberen om te uploaden. Dus ik ga even kijken. RuneScape. Even zien. Waar kan ik het beste trainen? Combat training locations free to play. Zo. Level 1 tot 30, nou dat zit ik al bovenop. Barbarian Cockroach Soldier. Geef meer XP. Dan gaan we naar de Cockroach Soldier. Die hier ook in de buurt zit, gelukkig. Tik, tik, tik. Nou ja, we hebben nog heel wat quests om te doen. Dus ja, dat is Perhaps you should find another way in. Oh, wacht. Heb ik het meest logisch vergeten? Eten. Heb ik net in mijn bank gestopt om even die treasure hunter key eruit te halen. Vergeet ik het eten weer eruit te pakken. Nou ja, nog een keer. Retry. Incarnation. Dat zijn cockroach drones, maar er zijn natuurlijk wel wat betere. Pull back die poster. Safety numbers. Zoek dus de vergrotere versie van deze kleine cockroaches. Nou ja, er zijn nog grotere. Maar die kan ik beter op een later level aanvallen. Hier zijn ze. Oh, dat is wel best wel easy. Charity tokens. Oh ja, wacht, dat is natuurlijk waar. En zoals jullie kunnen horen, heb ik ook het geluid gewoon aangezet. Want normaal zet ik hem altijd uit, maar ik denk van deze keer kan het wel. De muziek staat heel erg zacht op de achtergrond, dus dat valt bijna niet te horen. Misschien dat het geluid op de hard staat, dat weet ik niet. Als we ietsje zachter zetten natuurlijk. Zo dus. Boom. Ik heb nog steeds die pre-boost. Krijg ik het ook weer? Ik heb geen idee. Oh.
Kijk maar. Huh? Oh, ik zit de verkeerde te verslaan. Deze had ik gewoon nodig. Eeuw, een giant bug. Deze zijn natuurlijk wel een stukje sterker. Maar dat is natuurlijk wel logisch dat ze sterker zijn. Deze waren eerder iets van level... level 52 of zo. Maar ja, ze zijn natuurlijk wat verlaagd. Niet dat het veel uitmaakt. Dus alleen altijd even wachten. Oh, ja, daar heb je er weer een. Ik ga gewoon proberen om, om in ieder geval één level omhoog te gaan. Jezus, ik kom echt niet aan mijn woorden vandaag. Het is misschien al laat. Dat kan het zijn. Want wanneer ik het opneem is het kwart over 11. Dus ja. Dat verklaart wel hoe laat het is. Kom hier. Element. Dat ga ik goed gebruiken. Oh, er spant er nog een. Punctured Sapphire. En dan kunnen we gelijk weer door met de volgende. 870 XP nog. En alle drie nog 1100 ongeveer. Weer een minder. Een rune SQ shield. Ik ga eens even opzoeken wat het, wat die dingen kunnen droppen allemaal. Cockroach. RS3. Oké, die is dood. Cockroach Holder. Dat is een rare. Dus je kunt hem wel krijgen, maar niet echt gemakkelijk. Net zoals een Rune Scimitar. Het is makkelijker dat ik eigenlijk had verwacht. Nou, als ik voor groen wil gaan, dan weet ik in ieder geval waar ik moet zijn. Deze die hou ik lekker.
kan het natuurlijk nog niet draaien. Dragen. Maar. Dan hoef ik minder geld uit te geven. Sla hem neer. Chaka. Mitchell Ore. Hadden we het toch nog in ieder geval ergens? Als het goed is. Ja, daar. Kom hier. Bam. Nog meer coins. En door de volgende. Maar ik wil ook liever wel dat ik gewoon deze skills, die ik wil trainen, gewoon in de video's laat zien. Och, wauw, 1. Want ja, ik kan natuurlijk wel alles offline doen, maar ik heb niet altijd de tijd voor. Ja. Dat. Staff! Nog meer coins. En weer door. Door naar het slachthuis. Echt, hoe kom ik erbij om een kakkerlak naar een slachthuis toe te brengen? Nou ja, misschien omdat hij zo gigantisch. Gigantisch is. Gigantische gigant is. Ook kapot. Die doet niet meer. Oh, Richard en begon. Ik ga in ieder geval 4 van de 5 dingen al verkopen. Ieder beetje geld telt. Enemies hoor, nice. Nog meer charity tokens. Oh, hallo. Ik ben nog wel weer bijna een kwartier bezig. Lekker. Zo tikt het allemaal goed aan. Ik zei toch aanvallen, niet stil bij gestaan. En als je neus vreten. Dat heb ik nooit gezegd. Ah, een mithril helm. Toepasselijk. Oké, jij bent de laatste. Dan ga ik nog even mijn reward inleveren. En dan vind ik het wel genoeg geweest. Eerder krijg ik nog wel voor elkaar om iedere aflevering wel een leveltje omhoog te gaan. Maar ja. Dat was toen, dat is niet nu. Nee, niet dat. 5 van de 6 dingen verkoop ik. Ja, mithril helm heb ik niks aan. En element en mithril oren ook niet. En die sapphire en emerald. Wat moet de bed? Opeten ofzo. Oké, at the currency pouch, turn in challenges. Yes. Looks like that's everything. Hoppakee. Heb ik in ieder geval wel een leveltje mogen gaan met de constitution. Ah, de rest van de beuk gooi ik gewoon allemaal in de bank. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer.
Later.